Dag. In Spakenburg Nu hebben wij vandaag de volgende onderwerpen voor u. Aankomst Sinterklaas. Rijtoer Sint en Pieten. Afgraving Westdijk gereed. Eemland 1. Zaterdag kwam Sinterklaas aan in Bunschoten-Spakenburg. We zaten allemaal een beetje te tobben over het feit dat er toch weer volop rekening gehouden moest worden met corona en dat er daarom een alternatieve aankomst moest komen. Sinterklaas blijkt ondanks zijn hoge leeftijd toch goed te kunnen improviseren, want hij maakte zijn opwachting dit keer bij het gemeentehuis. Hij werd door de burgemeester en de kinderburgemeester ontvangen. Hele spannende dag. Tenminste, ik heb alweer dagen kriebels in mijn buik. Want zou die wel komen, zou die niet komen? Sinterklaas, de intocht, het is vandaag. Ja, en we staan hier vandaag bij het gemeentehuis. En ja, met wel twee bijzondere gasten al. De kinderburgemeester Rosalie Koops, hoe is het met jouw kriebeltjes? Ik ben wel zenuwachtig, want het is natuurlijk al een jaar geleden en ik heb super veel zin om Sinterklaas weer te zien. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, dat deel ik ook. Ja, en dan burgemeester van de groep, hoe is het met u? Ja, nou, ik sta een beetje te trillen op mijn benen. De kinderen zullen dat wel begrijpen. Ja, nou, het is zo'n spannend moment elk jaar weer van zou de goede Sint wel komen? En gelukkig komt hij ook, maar ja, het is bijna zover. Het is toch altijd afwachten. Ja. Zullen we even kijken of we misschien al aan zien komen? Oh, oké. Okay. Ja? Nou, ik zie een staf. Volgens mij, het lijkt wel alsof hij niet op auto snel is, maar wat zien we, Rosalie? In een auto. Oh, ja, en kijk, hij heeft zijn eigen nummerbord. Ja. Sinterklaas! Oh, kijk eens. Hallo! Sinterklaas! Wat fijn u te zien! Oh, ik geef even een microfoon aan u. Hoe is het om hier weer in het land te zijn? We zijn hartstikke blij dat we weer in Spakenburg-Bunschoten zijn. Echt geweldig. Vorig jaar konden we niet komen, maar dit jaar zijn we er. En als je goed oplet op het Sinterklaasjournaal, dan zie je ook de haven van onze mooie dorp. Ja. Ja, want daar wil ik straks toch wel iets meer van weten, Sinterklaas. Want u was er gisteren al. Ja. Ja, maar daar gaan we het straks over hebben. Komt u gauw naar binnen, want anders krijgt u het koud. Het werd duidelijk dat er een uitgebreide rijtoer door het dorp gehouden zou worden. We waren benieuwd, maar wat was het een feest. Het begon allemaal op Eemdijk. Thank you.
Dus jij hebt niet goed gevuld, dus heb nog veel geduld. Wat jij nu moet. En wij zijn er ook weer voor klaar. Nu gaan we even een trucje doen. Ja, hallo. Ben jij er ook?
We zien al maandenlang enorme bedrijvigheid op en rond de Westdijk. De vervuilde grond werd stukje voor stukje zorgvuldig verwijderd. Het plan om in het najaar alles weer klaar te hebben bleek een te groot huzarenstuk. Maar inmiddels is de vervuilde grond wel echt verdwenen. Wij waren erbij toen de laatste berg werd opgeladen. Projectleider Erwin Klerks vertelde ons er alles over en gaf ook de nieuwe planning door. Erwin Klerks, projectleider van het waterschap. Wat is het hier druk en wat zijn ze met veel dingen bezig? Kun je uitleggen waarmee precies? Ja, we staan hier op de Westdijk. In de Westdijk is in het verleden thermisch schrijende grond toegepast. Die zijn we nu aan het vervangen door schoon zand. We hebben het hele traject opgesplitst in 12 vakken. Inmiddels hebben we 11 vakken de TG uitgehaald en voorzien van schoon zand. Dit is het laatste vak. Ieder vak wordt in de damwanden gezet. Want we willen de TG graag droog ontgraven. Het water wordt uit zo'n vak gehaald, gaat hier naar de reiniger. En dan wordt het water richting het Eemmeer gebracht. Wat we ook zien is de platenbaan waar al het vervoer op plaatsvindt. Want uiteindelijk wordt zowel het zand wat wordt aangevoerd, maar ook de TG die wordt afgevoerd, gaat via het water naar de Eem. En de vrachtwagens die daar naartoe gaan rijden over deze platenbaan. In dit vak zien we naast de platenbaan daar het schone zand. Onder de platenbaan ligt overigens ook al het schone zand. En daarachter bij de kraan een hoop zwarte grond. En dat is de laatste TGG. En die wordt verladen afgevoerd richting een verwerker. Ja, in een schip. Per schip, ja. Als we hiermee klaar zijn, dan is in ieder geval de bron van de verontreiniging weggehaald. Maar we zijn nog niet klaar. Dat wil zeggen, de berm wordt voorzien van een halve meter dik pakket laag aan klei. Er komt ook een grasdek overheen. En we zijn ook bezig met werkzaamheden in de polder. Dat wil zeggen het opschonen van de slootbodems. Het opschonen ook van de slootranden. En daarmee zijn we ook nog bezig. Dus er is een belangrijke mijlpaal dat de TGG weg is. Maar het werk zal nog een tijdje doorlopen. Hoe wisten jullie nou hoe ver je moest gaan met het schoonmaken? Nou, om te beginnen wisten we natuurlijk ook in het verleden waar de TG is neergelegd. Voordat we aan zo'n vak beginnen, worden er eerst gekeken met gedeeltelijke ontgravingen waar de TGG zit, hè, om de grenzen te bepalen. Dan worden die damwanden erin gezet. En ontgraven. En we kijken ook nog buiten de damwanden of we eventueel toch een restje gemist hebben. Als we aan het ontgraven zijn, wordt er ten eerste op het oog gekeken, want die TG is gewoon pikzwart. En we zien het hier natuurlijk ook, of de TG weg is. Daarna worden er monsters genomen. Toevallig, die man in die brouwer overal die daar nu loopt, is daar ook mee bezig, omdat dat stuk daar nu net ook ontgraven wordt. Die monsters gaan naar het laboratorium. Wij krijgen binnen 12 uur bericht, of in ieder geval op de belangrijkste parameters, of de TG volledig verwijderd is. Als dat niet het geval is, wordt er nog een keer nagesaneerd. Als alle TG weg is, komt ook het zand ervoor in de plaats terug. En wordt het daarmee verder de dijk opgebouwd. En kunnen mensen dan zeker zijn dat het allemaal schoon is? Want eerder dachten we ook dat het schoon was. Ja. Ik ben er zeker van dat alle TGG weg is. Dat het op een hele zorgvuldige manier gedaan is.
Ook met allerlei checks, hè, wat gaat om monsters en analyses. Maar we blijven ook monitoren als we hier weg zijn. Dat wil zeggen, op het moment dat de bron weggenomen is, wil niet zeggen dat we niet blijven meten. We blijven ook in de polder meten of dat er eventueel nog verontreiniging wordt aangetroffen. Ja, we gaan ervan uit dat als de bron weggenomen is, dat ook de verontreiniging weg is. Maar dat blijven we zeker ook nog meten. Ja. Ja. Er was gezegd, in het najaar is het klaar. Maar dat gaat niet lukken. Nee. We hebben in het voorjaar een strenge winter gehad. Daar heeft het werk een tijdje stilgelegen. We hebben ook in het begin, toen begonnen we eigenlijk meer aan de kant van de kern van Spakenburg, Bunschoten Spakenburg, hebben we ook gemerkt dat mensen last hadden ook van trillingen en geluid, geluidhinder. Gekeken naar alternatieve manieren om de damwanden aan te brengen. Dat heeft ook wat extra tijd gekost. In oktober hebben we last gehad van het weer. Hè. Dat betekent dat het heel veel geregend heeft. Daardoor liggen de werkzaamheden in de polder ook op dit moment stil. Ook in afwachting op betere weerscondities. Met zo'n project heb je mee- en tegenvallers. En beide hebben we gehad. We hopen in het voorjaar de werkzaamheden af te ronden. Dat wil zeggen de laatste werkzaamheden aan de steunbermen, maar ook de laatste werkzaamheden in de polder. En dan kan iedereen hier weer over de dijk. Overigens is de dijk natuurlijk in ieder geval in de weekenden tot aan de Fokjesweg geopend. Dus dat stukje dijk is kunnen mensen in ieder geval in het weekend gewoon overheen. Nou, zoals we hier nu op de dijk staan, zien we ook dat er gewoon nog heel veel verkeer is. Heel veel werkverkeer ook. Dus dat maakt het in ieder geval niet mogelijk om de dijk open te stellen voor al het verkeer. En tegen de tijd dat het werkverkeer weg is, zullen we ook de dijk op sommige plekken moeten herstellen. In ieder geval de weg van de dijk. Door het aanbrengen van de damwanden zijn er ook scheuren op sommige plekken in het wegdek ontstaan. U hoort al jarenlang dat we in een proces van ontwikkeling zijn om te komen tot streekomroep Eemland 1. Het is werkelijk een proces en best ingewikkeld ook. Was het eerst zo dat er 4 partijen zouden zijn, inmiddels lijkt het anders te worden. In de studio is de voorzitter van ons bestuur, Jan Knepper. Jan, fijn dat je hier in de studio bent. Wat moeten de mensen zich voorstellen bij streekomroep Eemland 1? Ja, de streekomroep Eemland 1 is iets wat al een aantal jaren waar we mee bezig zijn. Het is een samenwerkingsproject van een aantal omroepen in de regio. Met name Amersfoort, Leusden, Baarn, Bunschoten en Soest. Die 5 plaatsen zijn betrokken bij Eemland 1. Het zijn 5 plaatsen, maar 4 omroepen. Want Amersfoort en Leusden zitten samen in één omroep en dat heet EVA. Dat heet EVA, ja, mooie naam in ieder geval. Ja. Nou, moest er een aanvraag naar het commissariaat voor de media. Hoe is dat allemaal gegaan? Ja, als je een zendmachtiging wil hebben, dan moet je iedere 5 jaar opnieuw een machtiging aanvragen. En dat vraag je aan bij het commissariaat van de media. In de tijd is dat bij de LOS ook gebeurd. Voor die tijd heeft men nog een poosje als piraat gewerkt. Maar dan heb je geen machtiging. Maar met een zendmachtiging mag je ook meedoen in het stelsel. We hebben in maart, jongsleden, hebben wij ook als Eemland 1 een aanvraag ingediend bij die 5 gemeenten. Nee, ik moet zeggen, we hebben een aanvraag ingediend bij het commissariaat voor de media. En het commissariaat gaat vervolgens bij die 5 gemeenten navragen van wat vinden jullie ervan? Geef ons advies. En de verwachting was dat dat proces ongeveer een half jaar zou duren. Nu is het veel langer gaan duren. En dat heeft tot gevolg dat we nu in een fase zitten van ja, hoe gaan we nu verder? Maar daar kan ik zo nog even iets meer over vertellen. Ja, wat is er misgegaan, zal ik maar zeggen? Ja, er is eigenlijk niks misgegaan. Maar in zo'n aanvraag, daar kunnen meerdere partijen op inschrijven. Wij hebben dus bij al die 5 plaatsen hebben wij ingeschreven van wij willen graag dus omroep worden voor die 5 plaatsen, de lokale omroep. Maar er was een andere partij, Nieuwsplein 33, die heeft ook een inschrijving gedaan. Maar alleen bij Amersfoort en Leusden. En dat maakte de zaak complex, want de 3 plaatsen Baarn, Bunschoten en Soest,
willen met Eemland 1. Daar heeft de gemeenteraad ook inmiddels aangegeven, wij steunen Eemland 1, wij adviseren voor Eemland 1. Maar Amersfoort en Leuzen zijn daar nog niet uit. En dat betekent dat het hele proces daardoor in een vertraging is gekomen. En ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten van wanneer komt daar nou eens een keer een bericht van. Dus onlangs is er een hoorzitting geweest van de gemeenteraad van Amersfoort. En in die hoorzitting is toch van naar voren gekomen dat een groot deel van de gemeenteraad wel erg gecharmeerd is van de andere aanvraag van Nieuwsplein 33. En wat moeten we ons voorstellen bij Nieuwsplein 33? Ja, dat is een samenwerkingsverband van de RTV Utrecht, de regionale oproep. Van de bibliotheek van Utrecht, de Stadsbron, dat is in Amersfoort is dat een internetzender die iets doet aan onderzoeksjournalistiek. En de BDU, de uitgever, de Barneveldse uitgever. Die hebben een samenwerkingsverband aangegaan, een stichting gevormd. En die stichting heet Nieuwsplein 33. En die doen dus ook een gooi naar de zendmachtiging in Amersfoort en Leusden. Maar dan wel via het internet, hoor ik je zeggen. Ja, dat is wel bijzonder. Eemland 1 zegt van nou, wij willen radio, tv en internet doen. Wat we nu ook al doen. Hè. Ja. En we hebben nu ook al een internetsite, eemland1.nl. Waar echt de berichten vanuit de regio ook iedere dag ververst worden. Maar Nieuwsplein 33 wil alleen maar internet gaan doen. En alleen maar in Amersfoort en Leusden. En dat betekent dus ook dat het commissariaat van media gevraagd heeft van kunnen jullie niet samen één aanvraag doen? Maar dit is niet verenigbaar. Nee. Hè? Want wij vinden het belangrijk om radio en tv ook te blijven doen. Want er is een hele groep, en met name mensen die wat ouder zijn, mensen die laaggeletterd zijn. Dat zijn twee heel belangrijke doelgroepen die nog heel weinig gebruik maken van internet. En die dus de komende jaren nog steeds van radio en tv gebruik willen maken. En die mensen willen wij wel blijven bedienen. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Dat is ook een grote doelgroep voor ons. Ja, welke consequenties zou dat hebben voor de andere omroepen, voor Barend, Soest en Bunschoten? Ja, het is nu dus afwachten, want in december wordt er dan, eindelijk zou ik haar zeggen, een advies verwacht vanuit Amersfoort en Leusden. Dat moet dan weer naar het commissariaat toe. Die moeten daar dan weer over beslissen. Dat zal ook weer een aantal weken, zo geen maanden duren. Uiteindelijk betekent dat we pas in februari, misschien nog later, duidelijkheid hebben of Amersfoort en Leusden ook mee gaan doen. Aanschuiven, ja. Aanschuiven bij Eemland 1. We hebben gezegd, als Barend, Soest en Bunschoten, daar gaan we niet op wachten. We gaan gewoon door. We gaan in ieder geval met z'n drieën gaan we nu vaart maken. We gaan een plan maken. Althans, het plan ligt er al. We gaan het nu verder uitwerken, concretiseren. En dan is het de bedoeling dat we het zodanig doen dat als Amersfoort en Leusden ook mee gaan doen, dat ze zo in kunnen schuiven in het plan. Maar we wachten niet langer, we gaan gewoon aan het werk. Want we vinden het belangrijk dat die omroep er komt. Ja, dat is ook onze levenskracht in de toekomst. Ja. Ja, wat gaat er veranderen voor de mensen als Eemland 1 komt? Ja, dat zijn dus de dingen die nog verder uitgewerkt moeten worden. We gaan naar één zender toe, zowel op radio als op televisie. Maar dat betekent dat die zender een veel breder aanbod krijgt. Als je nu naar de LOS kijkt, dan gaan we ieder uur herhalen we een programma. Ja, er gaat nu niemand natuurlijk ieder uur weer opnieuw kijken. Dus als je het een keer gezien hebt, dan heb je het voor die dag gehad. Maar het kan wel zijn dat we om 10 uur bijvoorbeeld iets van Bunschoten uitzenden en dat er om 11 uur iets interessants uit Baarn langskomt. En om 12 uur uit Soest. Nou, zo zou je op verschillende manieren kunnen programmeren. Je kunt het ook per dag programmeren. Dat zijn dingen die nog allemaal uitgewerkt moeten worden. Ja. Maar het aanbod wordt dus ook breder voor de mensen. Ja, want er zijn natuurlijk allerlei verbanden tussen Amersfoort en Baarn en Soest en Bunschoten. Er zijn mensen uit Baarn die hier naar de markt komen. Mensen uit Amersfoort die hier naar de markt komen. Er zijn mensen uit Bunschoten die in Amersfoort gaan winkelen. Zo zijn er allerlei verbanden. En nou, daar kunnen we dus op die manier veel beter op inspelen. En ook mensen die hier reclame willen maken, die krijgen een veel groter gebied. Ja. Ja, dus dat is interessant. Ja, ja, zeker. Aan welk tijdspad moeten we nu denken? Ja, we hebben net vorige week gezegd van nou, we gaan nu toch verder met elkaar. Dus volgende week hebben we weer een vergadering om eens te kijken van hoe gaan we het dan verder vormgeven.
Er gaan werkgroepen gevormd worden waar medewerkers een rol in krijgen. En op die manier gaan we de zaak verder concretiseren. Nou, we zijn met z'n allen, kijkers en wij zelf, heel benieuwd hoe het gaat worden. Ik dank je wel. Ja, graag gedaan. Dit was Spakenburg Nu. Vandaag tot 11 uur te zien op Los TV. Maar op YouTube op uw eigen moment. Donderdag zal er een vrij item zijn. En om 8 uur begint dan ons sportprogramma Buitenspel. Dat ook op vrijdag de hele dag op het hele even uur te zien is. Zaterdag de herhaling van Spakenburg Nu. Wij wensen u nog een heel fijne dag.